Ja, ik zou heel graag wel bij Manchester City willen voetballen. Dat is wel een droomclub voor mij. Ja. Nou, de stap naar de eerste selectie bij Heerenveen was momenteel nog niet mogelijk voor mij. En toen heb ik contact gezocht met VV Alkmaar. En zo ben ik bij hun terechtgekomen. Dus, ik heb een keer meegetraind. Toen waren ze erg tevreden over mijn spel. Het was zeker een klus om een woning te vinden hier in Alkmaar. Het is vooral onbetaalbaar om een plekje te vinden. En zeker met mijn leeftijd, ik ben 19, dus dan wordt dat altijd een lastig iets. Ik heb contact gekregen met Flexwonen. En toen ben ik meerdere malen op gesprek geweest. En op deze manier heb ik gelukkig een woning kunnen vinden. Naast voetbal is het toch wel heel fijn om je eigen plekje te hebben, om ook goed tot rust te komen. Ja, dan als ik niks had kunnen vinden bij Flexwonen, dan had ik of in een gastgezin moeten, of ik had misschien wel 3-4 dubbelen moeten betalen. Ik heb niet genoeg geld om dat te betalen, dus dan had ik op en neer moeten reizen. En was de optie misschien niet mogelijk geweest om überhaupt te kunnen voetballen hier. Dus ja, ik ben ook heel erg dankbaar dat ik hier nu kan wonen en dat de ruimte er überhaupt is voor mij. Dus ja, dan absoluut. Dan denk ik wel van oké, daar is het allemaal begonnen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor jongeren ook, omdat op deze manier hoef je niet veel te betalen en kun je ook gewoon je eigen leven opbouwen. Je kunt zelfstandig worden. Je leert er heel veel van, want je moet natuurlijk alles zelf regelen. Je moet zelf wassen, je moet zelf koken, je moet je huis schoonhouden. Dus ik denk dat het heel erg goed is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeenten ook meedenken hierin. Er zijn heel veel mensen, dus ik kom zelf uit Assen. Mijn broer is 24, zoekt ook een woonruimte en ook in Assen is het op dit moment gewoon niet te betalen om een woonruimte te vinden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeentes hier nog meer mee gaan doen.